van Riemsdijk, 55 jaar. Wist al vroeg dat hij schrijver wilde worden, maar tot nu toe is het hem nog niet gelukt een uitgever voor zijn boeken te vinden. Daarom publiceert van Riemsdijk, zoals honderden andere niet erkende auteurs, zijn werk in eigen beheer. Hij typt en fotocopieert zijn boeken zelf en de boekhandelaar in het dorp is zo goed zijn pennenvruchten een prominent plaatsje naast de kassa te geven. Ja, meneer van Riemsdijk. Goedemiddag. Middag. Hoeveel exemplaren zijn er deze week over de toonbank gegaan? Geen één nog. Geen één nog. Het is misschien ook te mooi weder voor de boekenweek en eigenlijk zouden zij moeten plaatsvinden in het najaar. Ik meld mij wel weder. We doen ons best. Tot ziens. Zaken. Ik vind Brieven aan Reven mijn mooiste boek tot nu toe, ook omdat ik er het meeste van mijzelf in blootgeef. Zou u een stukje uit brief 16 willen voorlezen? Dat wil ik graag doen. Brief 16, zei u. Ja, dat is ook weer zo'n mooie brief. Den Uys, 14 februari 1991. Lieve Gerard, toen ik hedenmorgen van mijn legerstede was opgestaan en mij tot de telkendagende terugkerende taak van de beteugeling mijner baardgroei zette, geviel het mij eensklaps op dat ik een vreemde slordigheid aan de dag leg bij de gebruikmaking van moderne wegwerpartikelen. Zoals ik je reeds eerder schreef, gebruik ik geen elektrisch schederapparaat, maar zogeheten dubbelkopsmesjes, van de welke ik mijn krabbertje met een zekere regelmaat voorzie, waarbij ik echter, om althans voor mij onnaspeurbare redenen niet ordelijk op het rijtje af te werk ga, maar integendeel met een verwerpelijke lichtvoetigheid van de hak op de tak spring, zoals mijn gehele wijze van het huishouden er een van het soort Jan Steen genoemd zouden kunnen worden. Ja, het leven blijft behelpen en als de hemel valt dragen wij allen een blauwe hoed. Desondanks eindig ik met een welgemeend voor God en de kunst en moedig voorwaarts. Je toegenegen kunstbroeder Tom van Riemsdijk. En zo staan er nog 400 van de schitterendste brieven in, maar geen uitgever durft eraan. Ook omdat zij misschien te openhartig zijn. Het is een puur ego-document, meneer. En ik geef er alles van mijzelf in bloot. Ook bijvoorbeeld mijn dagelijkse stoelgang. Goedemiddag. Heeft u wellicht in uw ruime en ongetwijfeld verse assortiment zeebanket voor mij een middelgrote, niet al te vette bokking, de welke ik vanavond te mijnen huizen kan verorberen vanaf een onderlaag van oude couranten? Heeft u Reven ooit persoonlijk ontmoet? Nee, het contact verloopt sinds 1988 uitsluitend middels jonge postbodes der PTT. En komen de brieven van Reven aan u in een volgende bundel? Dat hoop ik wel en dat zouden commercieel natuurlijk ook het beste zijn. Maar hij heeft mij nog nooit teruggeschreven. Reven heeft u nog nooit teruggeschreven? Nee. Dus er bestaan geen brieven van Reven aan u? Misschien bestaan zij wel, maar dan heeft hij deze brieven niet verzonden. Dus er zijn alleen brieven van u aan Reven? Ja, en dat vind ik des te vreemder, omdat wij exact hetzelfde gevoel voor stijl en humor delen. Je houdt in Nederland natuurlijk altijd het probleem dat je gevangen bent binnen een ontzettend klein taalgebied. Wanneer je in het Engels schrijft, bereik je een 10 keer zo groot publiek. Dus ik wacht nog even af wat deze brieven aan Reven gaat doen. Maar als het een flop wordt, dan begin ik aan brieven aan Ludlum.